Silvery Moth. Ja, helemaal leuk. En toen bedacht ik me, aangezien ik nu toch bezig ben. Ik ben daar echt slecht in. Dan stel ik het elke keer uit om het te doen. En dan ben ik ermee bezig en dan wil ik verder. Maar dat gaat dus nu gewoon niet. De ochtend weer in de supermarkt, want Marco liet weten dat hij vandaag weer niet thuis eet, dus ik moest even de plannen omgooien. Dus ik haal wat eten voor mij en Sarah nu en dan eten we morgen, als het goed is, wel met z'n drieën, maar is dat gewoon heel druk. Statiegeldfles. Eindelijk denk ik eraan. Oh, ik ben weer thuis. En echt, het ging keihard regenen. En vanaf het moment dat ik eigenlijk bij mijn huis aankom, stopt het. Echt zo fijn. Dus, maar deze jas houdt best wel goed vocht tegen. Dus dat scheelt. Ik laat het droog hier. Ik heb deze gehaald. Twee keer. Want ik zou eigenlijk gisteren naar de kapper gaan. Alleen, daar is mondkapjesplicht. En daar doe ik niet aan mee. Toen dacht ik, nou, dan ga ik het maar mezelf doen. Want mijn haar moet echt gedaan worden. Ja, dat had ik natuurlijk niet gedaan omdat ik een kappersafspraak had. Waar ik heel veel moeite overigens voor gedaan heb. En nu alsnog dit. Ik heb van Sarah ook al gezegd, dus ik moet even zoeken waar ze zonder mondkapjes doen. En ik heb deze gehad. Die lag voor onze spelletjesdagen. Kan je ook met gewone kaarten, maar ik vond het echt wel leuk om zo te hebben. En dan echt de boodschapjes. Maar die ga ik even snel opruimen nu. En ik ga gelijk de vriezer even leeghalen, want die moet ontdooien. En nou is die zo goed als leeg, dus dat scheelt. Maar dan kan ik morgen, als ze vrijdag zit, kan ze alle diepvriesnacks halen voor met haar kinderfeestje. Kijken. Het brood is de vriezer, ontdooit vrij snel, dus dat brood leg ik dan in de koelkast. Dan ontdooit het. Ja, heel matig, maar niet genoeg om weg te moeten, zeg maar. En dan ligt er nog voor ijskoentje. Hij was echt zo goed als leeg. Ik wil ook hem dicht doen, maar hij moet natuurlijk helemaal niet dicht. Zo. Nou, dat was het. Die mag voor werk gaan doen. Lekker ontdooien. En dan... Ja, ik ga even thee zetten. En even wat eten. Ik had net even snel mijn naadje op, maar ik heb echt zo'n honger. Mijn brood ligt natuurlijk nu in de koelkast. Ik ga gewoon even een boterham. En we hebben ham over, geloof ik. Die moet ook op. Ik hou van ham. Echt heel fout, want ik wil minder vlees eten, maar ik vind hem gewoon heel lekker. De hele poppenfamilie staat hier nog op de bank, waar die meiden vanochtend mee aan het spelen. Ik had ook een nieuwe mascara besteld. Ik heb deze van Oriflame, The One, weer. Hij zit nog in plastic, maar die van mij is bijna op. En ik zie nu dat ik deze erbij heb gekregen. On Color Nail Polish. Dat is deze. Hij pakt niet heel goed op, maar het is wel echt een hele, hele mooie kleur, zie ik. Kijk, hij is een beetje metallic. Ja, hij pakt hem niet. Maar het is te donker buiten door de regen. Dus, maar hij is echt, echt super mooi. Dus dat vind ik echt heel leuk. Silver Mauve. Silvery Mauve. Ja, helemaal leuk. En nu ga ik beginnen. Ik wil deze tafel al een tijd opknappen. Maar ik heb besloten dat ik het in delen ga doen. Dus ik ga hem nu eerst leeghalen. De pootjes vastzetten. En ik wilde aan de onderkant beginnen met schuren. Maar het regent heel hard en het schuurpapier ligt buiten in de schuur. Dus daar had ik even niet zo heel veel zin in. Dus ik ga voor nu in ieder geval alles eruit halen. En die ligt echt heel veel in. Dit plakt helemaal. Dat is de mat van Sarah. Even kijken hoe ik het allemaal uit ga krijgen zonder alles te slopen. Want er zijn echt heel erg veel breekbare dingen die hierin hebben.
lastig. En ik had ook allemaal speelgoed van Sarah. Dus, ja, dit gaat ook even werk zijn. Nu weet ik dat een van die poten van die tafel niet helemaal goed vast zit. Maar ik weet niet welke. Dus we moeten even kijken. Want ik had Marco al gisteren gevraagd. Oh, kijk. Deze dus. Er zit wel een bout aan, maar volgens mij is het niet in te draaien. Dus ik denk dan doe ik het inboren en dan zit hij wel weer goed vast. Want, als je hem indraait valt hij los. Hij zit precies in de hoek, dus die ga ik gewoon even met de schroeven vanuit binnen vastzetten. Hij zit wel echt precies aan de verkeerde kant. Hij had beter aan deze kant kunnen zitten. Maar ik denk iets makkelijker ingebund, maar goed. Dus, nu mag ik hier in de hoek schroeven erin gaan zetten. Dus kijken of me dat enigszins lukt, want ik kan er dus alles behalve goed bij. Hopelijk gaat deze beter. En toen bedacht ik me, aangezien ik nu toch bezig ben, zet ik gewoon bij alle andere drie de poten, die nog wel vast zitten, ook gewoon een extra schroef erin. Want, ja, nu heb ik het allemaal bij de hand. En dan is het misschien toch makkelijker. Zo stom. Die twee voor, die gingen echt zo. En die laatste ging niet. En ik heb mijn regen gewacht. Ik heb scheurpapier gepakt. Dus ik ga deze poten nu ondertussen even scheuren. En dan even de kast goed stofzuigen. Is jammer, met die onderdingen ging ik met een apparaat. Is dat niet echt handig. Dit is echt die poot die nogal vast zit. Dat voel je echt de beweging. Even een ander en dunnere. Ja, deze gaat beter. En dan ga ik dadelijk de onderkant en de andere vast spuizen. Dan kunnen die drogen. En dan ga ik ergens van de week verder. Maar dan is de onderkant alvast gedaan en dan kan dat drogen. Want we zouden die tafel elke keer doen, maar ja, het is nu te slecht weer om het buiten te doen. Dus ik ga hem nu gewoon in delen binnen doen en dan elke keer laten drogen. En nu ga ik beginnen met spuiten. Ik heb hem al echt flink geschud. En ik heb even een oud doosje erbij. Waarom gaat hij niet open? Oh, dat was gelijk de dop. Er stond er iets op. Oké, hele vage beschrijving. Maar dat ik niet op andere dingen spuit. Dat valt natuurlijk met spuiten op zich nog wel mee hoor. Alleen als je bepaalde kanten moet spuiten. Even ook nog een random stuk proberen. Maar
even om die nevel een beetje tegen te gaan. En zo gaat het dan zwart worden. Zo, de eerste laag zit er rondom op. Dit mag nu drogen en dan doe ik dadelijk nog een laag rondom als dit een beetje uitgehard is. Ik heb net de vriezer weer helemaal schoongemaakt en aangezet. En nu is het nu redelijk koel. Ik doe even snel die dingetjes die er echt in moeten erin. En gelukkig is dat echt heel weinig. En is dat ook weer gedaan. Jee! En ik heb de tafel ook al 3 laag geschreven, dus dat is voor nu gewoon drogen. En na 18 uur is die uitgehard, dus dan kan die weer omgedraaid worden. En dan kan ik andere kanten doen, maar voor nu is het gewoon wachten, wachten, wachten. Ik ben daar echt slecht in. Dan stel ik het elke keer uit om het te doen. En dan ben ik ermee bezig en dan wil ik verder. Maar dat gaat dus nu gewoon niet, want ik kan hem nergens neerzetten. En ik heb ook geen zin om van die, hoe heet die dingen nou? Waar je het op kan zetten. Ik kom er niet op. Schagen. Daar heb ik ook echt geen zin in om die te gaan neerzetten in de kamer. Dus het moet maar gewoon zo. En het grappige is, omdat ik het middenstuk niet heb geverfd, kan je in principe nog je bekoppen omzetten. Gewoon op het middenstuk zetten. Zolang maar voorzichtig bent dat je niet tegen de rest aan komt. Nou is het natuurlijk wel enigszins droog. Het is niet uitgehard, dus het geeft niet heel erg af. Net voelde ik ook met mijn vinger aan, daar zie je niks aan. Dus dat valt wel mee. Daarom wilde ik het ook betijds doen met Sarah. Maar ja, het is wel balen, want de eettafel staat wel vol. Maar we eten toch met Steve vanavond. Dus dat moet wel goed komen. En ik ga denk ik ook gelijk kijken wat ik van die spullen uit ga zoeken. Maar dat gaat hem niet nu worden. Oh, de tijd vliegt zo erg als je allemaal dat soort dingen aan het doen bent. Ik ben mijn schoenen al aan het aandoen, want ik mag Sarah gaan ophalen. En ik heb nog echt veel meer te doen. Ik had echt wel eigenlijk een beetje te veel voor mezelf op de planning gezet vandaag. Maar ja, Sarah is op de overblijf. Dus dan is dat echt wel een hele fijne dag om dat soort dingen allemaal te doen. Dus nou, eerst naar school. En dan kijken we even verder wat er nog wel of niet lukt. Oh, ik vind het echt leuk. De tafel, toen ik hem net had gespoten, dacht ik, ik vind die verf een beetje bruinig, terwijl het zwart is. Maar nu wordt het toch wel echt zwart. En nu, ja, het voelt echt heel droog. Dus ik heb echt zoiets, zal ik hem op zijn zijkant zetten en van zijn zijkant doen. Maar ik ben bang dat hij dan toch nog niet uitgehard is. Dus ik zit zo in dubio. Maar ik denk dat het beter niet kan doen. En echt, die zit, oh, mijn hoofd is er lekker af. En er zit een vlieg in huis. Ik word helemaal gek van het beest. Hij blijft gewoon komen. En dan denk ik, ga je pakken en dan is het een beetje spoorloos. Het is echt een stalkvlieg. Maar goed. Ja, ik denk, misschien moet ik het doen als ik naar bed ga. Dat is misschien een beter idee. Trouwens, zo'n gezellige middag en avond, in ieder geval begin een stukje van de avond met Sarah gehad. Was echt leuk. We gingen eerst gewoon even samen kletsen op de bank en toen gingen we eigenlijk samen koken. En het is zo leuk, want ze is nou echt op zo'n leeftijd dat ze ook echt wel een beetje kan helpen. En dat ze het ook echt wil leren. En dat is super, super gezellig. En toen zijn we gegeten, toen ze eigenlijk al gaan douchen. En toen hebben we nog even lekker liggen kletsen op bed. En toen is ze gaan slapen. Echt heel leuk. En dat soort momenten pak ik de kamer eigenlijk nooit. Want dan is het echt, echt tijd voor ons. Of zij moeten meekomen, maar ik weet niet. Dat is echt gewoon onze tijd dan samen. En dat is gewoon zo leuk. En dat vind ik wel echt het leuke worden van dat ze ouder wordt, weet je. Dat je echt wel, echt zeg maar een soort vriendinnenmomentjes krijgt. En dat je dan echt zo samen bezig bent. Ja. Ik heb besloten dat ik de tafel echt pas morgen ga doen. Dat ik zeker weet dat die uitgehard is. Want ik vind het anders gewoon echt zonde. Dan zou je zien, plakt die dadelijk aan mijn vloer vast morgen of zo. En dat vond ik niet het beste idee. En we hebben net nog even tv gekeken en nu ben ik alles aan het opruimen en uitzetten. Want het is tijd om lekker te gaan slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je om even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!